Welkom bij Sweet Lake Fishing. Nou, de afgelopen tijd heb ik het erg druk. Weinig tijd om video's te maken. En ook vandaag was niet de bedoeling om een video te maken. Vandaag ben ik gewoon op zoek naar nieuwe snoekstekken voor de winter. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat? Ik neem jullie gewoon een dagje mee. Nou, vandaag wordt het hartstikke mooi weer. Nou, voorlopig is daar nog niks van te merken. Dus ik hoop dat het vanmiddag een beetje bij gaat draaien. Maar dat maakt niet uit. Want kijk, de eerste plek die ik heb gevonden is hier onder een brug. Ah, dit ziet er wel onwijs gaaf uit. Of er ook vis zit, weet ik niet. Maar hier blijf ik zitten totdat het droog wordt. Ik heb een half uurtje gevist onder de brug. Heel erg ondiep, helemaal niet mijn ding. Dus ik ben even op zoek naar een andere stek. En ik denk, het is een leuk moment om een paar van jullie ingezonden foto's te behandelen. Nou, als eerste Klaas. Ja, die gaf ons al onze complimenten dat we hele leuke video's maken. Ja, dat vinden wij natuurlijk onwijs leuk om te horen. Ja, dan stuurt hij zelf ook nog eens een keer een mooie snoekbaars in. Ik dacht 92 centimeter. Lekker Klaas. En Thomas, met de worm, probeer een paling te vangen. Ja, dan komt in één keer zo'n oude strijder eruit. Leuk man, gefeliciteerd Thomas. En Baldwin, ja, ook hij die gaf aan. Sweet Lake, hartstikke bedankt voor alle tips en tricks. Hij kan ze allemaal goed gebruiken. Ja, en ook hij stuurt mega mooie snoekbaars in. Ze zijn echt lekker bezig, hè? Die snoekbaarsen die willen wel de laatste tijd. En wie had ik nog meer? Michael, ja, die was aan het vissen op snoekbaars. Lukte niet helemaal. Dus hij denkt, weet je wat, ik ga wat kleiner vissen met setjes, 2 tot 4 centimeter. Ja, dan klapt in één keer deze roofblij erop. Hoe lekker is dat? Gefeliciteerd, Michael. En jongens, kijk eens wat ik hier zie. Woehoe! Ja, als ik een gemaaltje zie, ja, die krijgt van mij altijd een kans. Nou, hengeltje uitgooien. Dit is wel lekker, hè, jongens. Wat een vis. Nou, hoe de rest van de dag ook gaat verlopen, mijn dag kan niet meer stuk. Ik zit weer lekker warm en vooral droog in de auto. Mooie snoek gevangen, door al het gespartel volgens mij niet eens kunnen laten zien hoe lang die was. Maar hij was precies 90 centimeter. Nou, ik heb nog een kwartiertje doorgevist, maar helaas geen aanbeet meer kunnen krijgen. En de zon ging schijnen, ik wilde net verstekken en toen belde mijn maatje Eugène. Die zegt, Jorn, kom naar mij toe, ik ken hier ook nog wel een paar plekjes. Ga met worm, vis, maakt niet uit, we gaan het gewoon proberen. Dus ja, amper spullen ingeladen. Gaan we naar Eugène. Gaan we eens kijken of we daar nog wat kunnen vangen. Ik ben gearriveerd op de stek waar ik met Eugène heb afgesproken. Maar ik kreeg net een bericht van Eugène. Hey Jorn, ik ben wat later. Dat is wel lelijk. Maar ik ben even bij de waterkant bezig kijken. Ik zag al allemaal jonge kinderen. En die zeiden allemaal van, ah, meneer, ga je vissen? Mogen we kijken? Dus totdat Eugène er is, ga ik even met die jongetjes vissen. Lekker! Oeh, dat is goed. Goed sterker. Nou. Moet die andere niet uit het water? Huh? Die andere hengel. Nee hoor. Nou, het is belangrijk om de spanning erop te houden. Ja. Voor mij is die goede sterker. Zo. Scheppen? Jemig! Ja, zo. Zo. Ja, die schep net. Ja, haal het schep net maar hier, hè. Kun je me mooi helpen? Ja, zo. Ja, maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Nee, dat helaas niet. Dat niet meer. Nee, dat is zo. De tijd is voorbij. Ja, dat deden wij vroeger. We gaan nu scheppen. Kleine visjes van. Oké.
Hou jij maar in het water. Hou het schep maar in het water. Zo. En doen we het samen. Zo, dit is een dikke snoek. Zo. Een hele agressieve snoek. Dan mag je niet water. Dan mag je niet water laten. Ja. Super dik. Ja, we hadden jou gewoon nodig om te zeggen, ja, dat lukt het niet, hè? Dat werkt altijd. Ik wil net zeggen wat een... Ja, ik heb hulp van alle kanten. Moet ik het net vasthouden, want zo... Ja. Kijk. En zelfs die jonge knullen van tegenwoordig, die kwamen al naar me toe. Gaan we het onthaakmatje ook nat maken? Natuurlijk gaan we het onthaakmatje nat maken. 1, 2, even ondersteunen. Wow, dat is een mooie. Nou, mag jij een stukje naar achteren? Gaan we naar achteren. Gaan wij hem op een meetlintje leggen. Zo, kijk eens. Oh. Zo. Even kijken wat we ervan kunnen maken. Nou, gaan we op net 90 centimeter. 90. Dat is echt een knoeper. Oh, lekker hoor. En een sport, hè? Ja, dat is echt een sport. Dus kijk. Oh, kijk dan, wat een bak, jongens. Oh. Rustig, vriend. Je mag weer terug. Je mag weer terug. Je mag weer gaan. Lekker of nee? Zeker. Mooi, man. Op naar meer. Op naar meer. Die heeft er al zin in. Nou, kom ik gewoon eens even voor je liggen. Kom ik gewoon voor je liggen. Wow. Zo. Die had geen tijd nodig, jongens. Oh, lekker, hij ligt hier beneden. Lachen, man. Op naar de volgende, Shen. En zeker. Lekker. Kijk, jongens, dit zoeken we. Scholen vol met witvis. Die zijn allemaal massaal de haven ingetrokken. Ja, dat zoeken we. Als je dit vindt, dan zit je goed. Nou, wij gaan even proberen wat witvis te vangen. Ja, met een beetje geluk ligt er natuurlijk een snoek in de buurt. Dan pakken we die ook nog even mee. Actie! Oh, mooi hoor. Ja? Ja! En dan mag je in het water uit. Oké. Oh, lekker man! Lekker! Goed gedaan! Blij man! Super vis! Ja, het is echt! Voor zijn formaat! Echt een beste gevecht tot nu toe, man. Eens kijken. Misschien een mooie 70er. Ah ja. Bijna 80. Dat hele kleine snoekje is toch nog bijna 80 centimeter. En nou ik toch jullie aandacht even heb. Ga je een keer snoeken. En je denkt gewoon, ze zijn niet allemaal meters. Ga een keer met je penhengel. Ik ben vandaag met mijn penhengel aan het snoeken. En dat is echt genieten, man. Het is... Nou, je zag die hengel krom staan. Nog niet normaal. Hé, hey, mooie vriend. Kijk op die. Dit is ook mooi, man. Dit vind ik ook mooi. Al die zalmkleuren, oranje. Die staart ook. Gaaf. Nou, mag ik die weer gaan? Dat is toppert, hoor. Leuk toch zo? Ik denk dat deze niet veel nodig heeft. Kijk eens. Ja, die gaat al vanzelf. Oh, kijk dan. Ik wil nog even bedag zeggen. Kijk eens hoe mooi die wegzwemt. Jongen, gaat hier naar de bodem. Ja, het zit hier vol, onder de kantjes zit vol. Ja, vol met grondeltjes. Oh, lekker man.
Leuk huis. Ah, goed gedaan, jongen. Ja, dit is echt genieten. Daarvoor zijn we hier gekomen. Nou, volgende voor jou. Kom op, we gaan ze pakken. Lekker. Ja, lekker. Zag je dat? Ja. Is hij los? Ja. Ah, en zijn fut. Ja, dat bedoel ik. Een aalscholger, dat zeg ik. Nou, dat zie je niet vaak meer hoor, dat een fut de aasvis pakt. De aasscholger doet het gewoon. Je hebt je fut al dat... Je zich toch laten verleiden. Dat is weg. Heb ik er nog één. Jongens, moet je dit eens zien. Dit vorentje heeft 10 minuten tot een kwartier ingelegen. En is gewoon volledig al opgegeten door garnaaltjes, kreeftjes, misschien grondeltjes. Niet normaal hoe snel ze dat voor elkaar hebben gekregen. In actie, lekker vriend. Woehoe. Oh, dit is wel echt serieus vis, of niet? Ja, mooie baars of? Ja, ik weet niet wat ik doe. Moet je nog helemaal uit je stoel komen? Ja, dat moet wel een hele goede zijn. Op zijn fikker. Even een mooie baars te zien. Ja, ik weet niet wat ik doe, blijf een beetje doen. Oh, oh, hele mooie baars. Zo. Nou, ik pak even een nietje erbij. Lekker! Alsjeblieft! Ik heb nog nooit zo'n grote gevangen. Lekker man! Hij is een feit. Ben je blij mee of niet? Zo, en nul! Lekker man! En nul! Te meten! 42, ja! 42,5, 43. Even kijken hoor, kijk hoeveel penningmeester eroverheen. Oh, prachtig en precies blij. Dit is echt een roofmoes. En een klap wat hij erop gaf, jongen. Een klap. Ja, maar ook met je zat ook een beetje pikker, hè? Ja, maar echt mooie actie. Echt een klap gaf hij erop. Ik ga even een mooi fotootje van je schieten. Lekker, vriend. Ja, geef je vrijheid weer terug. Ik heb me even opgeofferd om naar buiten te gaan liggen. Wat een ding. Die gaat al hoor. Ja, die gaat al. Off he goes. Prachtig. Mooi klein baarsje. Ik denk de gemiddelde streetfisher die vindt het prachtig. Ja, bedankt. Quick release. Lekker jongens. Lekker. Top gedaan. Blijf mee. 1, 2, 3. Lekker vriend, lekker. Ah, lekker. Al die 50er, of in ieder geval die 44, 43 van Eugène. Maar als je daarop blijft hopen, dan heb je heel veel teleurstellingen. Ja, heel blij met deze vis. Kijk eens. Hey. Ah, lekker. Lekker bezig. Volgende. Ik
gewoon even één keer onder die brug. Even laten driften. Ja hoor. Mooi snoekie, geen reus, maar... Maakt niet uit. Nou, een kleine felle strijden hoor. Gewoon... Breng hem maar in het netje. Lekker. Kijk hoe gaan. Ah, lekker vriend, lekker. Zo, oh, energie voor Tien, hè? Ja, zo. Ah, yes. Ja, wat een mooie... Tik. Au. Wat een... Ja. De rol omdraaien. Ja, kom maar. Ja, is ook goed. Ja, ik kan wel lachen. Ja, zeker. Lekker man. Ja, heel mooi. Nou, leg hem neer, dan zal ik hem pakken en dan zal ik hem even weer vrij laten. Ik wil wel even meten. Oh, je wilt echt meten natuurlijk. Ja, ik ben even wel benieuwd. Ja, wat we op de kant hebben. Ja. Ja, 69. 69. Oh. Weet je wat ik wel benieuwd naar ben? Ik kan het niet zien, maar kijk eens. Oh, wat een strijder als deze. Ja, hij was echt... Die had ook echt totaal... Die gast heeft echt niet zomaar gewonnen. Kan ik gelijk even die handen wassen? Oh, die hebben wel goed te pakken. Ja, ik vind een beetje karma, hè, hoort er wel bij, vind ik. Oh, lekker man. Blij mee, vriend. Zeker. Hier, schoonhand. Onze sessie zit er weer op. Het begint nu echt donker te worden. En in die wintermaanden gaat het echt heel snel. Nou, het was een andere video/vlog dan dat jullie van mij gewend zijn. Ik hoop dat jullie toch een leuke video vonden. Vonden jullie het een leuke video? Laat dan even een duimpje achter. Een leuke reactie onder de video. En vergeet vooral niet te abonneren. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie weer bij de volgende video.